Het internet. Een geweldige bron voor informatie en communicatie en een slimme tool voor commerciële partijen. Want data is het nieuwe goud. Terwijl we steeds meer delen met onze smartphones en computers, worden onze privégegevens juist steeds minder beschermd. Wie beschikt er eigenlijk over al die data? En wie verdient er precies aan? De huidige wetgeving is nog steeds gericht op het beschermen van ons fysieke zelf. Maar hoe zit het met de wettelijke bescherming van ons digitale zelf? Hier hebben we zelf nauwelijks macht over. Want een overheid die zich richt op economische groei, luistert vooral naar bedrijven. Niet echt democratisch dus. Extra vreemd is dat we met de huidige mogelijkheden juist veel sneller en directer bij beleidsvorming betrokken kunnen worden, maar dat het nauwelijks gebeurt. Natuurlijk moet je dan wel beschikken over alle informatie. En daar hebben we een open en verantwoordelijke overheid voor nodig. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en geeft ons in elk geval de mogelijkheid betere keuzes te maken. Vrije uitwisseling van informatie is dus essentieel. Toegang tot ideeën, ontwerpen, kennis en cultuur stimuleert de ontwikkeling van mensen. Daarom kunnen we niet zonder vrijheid van informatie en vrijheid van internet. Dat en een transparante overheid, solide burgerrechten en serieuze aandacht voor privacy. Hoe kunnen we immers vasthouden aan deze belangrijke waarden als onze eigen overheid geen openheid biedt of er te weinig van af weet? Als er alleen makkelijke oplossingen worden beloofd, maar geen goede vragen worden gesteld. Hoe zou je het vinden als jouw stem wel wordt gebruikt? Hans-Dille van der Leest is van de Piratenpartij, de lijsttrekker. Ja, zij vecht voor internetprivacy. Ik vind haar inhoudelijk heel sterk. Ze weet veel van het internet. En er zijn weinig Kamerleden, heel weinig Kamerleden, die iets van technologie en internet afweten. Het internet en de digitalisering zien we als een hele mooie empowerment tool voor de burger. Voor meer inspraak, meer democratie. Big data. De overheid wil het liefst alles van burgers weten. Want dan voorkom je fraude, voorkom je ook criminaliteit. Daar kun je niets op tegen hebben, zou je denken. Ja, heel grappig. Dat zegt totaal niet wat ik denk. Nee. Het wordt verkocht aan ons met allemaal hele mooie woorden. En dat het met een hele hoop voorzichtigheid gebeurt. Nee. En het grappige is dat sinds de verkiezing van Trump, dat ik opeens heel veel mailtjes krijg van bezorgde burgers, als het ware. Deze man heeft macht over het complete surveillanceapparaat wat nu in werking is. Alle gegevens. Exact, van iedereen. Fantastisch. De inhoud van een nieuwe collega. Nederlandse volk, de Piratenpartij in de Kamer wil, dan gaat die dame in de Kamer komen. Hoe jij jouw leven invult, is jouw keuze. En dat is precies waar wij voor staan. Onze vrijheid, dat is waar het om gaat. En dat is precies waar ik voor ga vechten in de Tweede Kamer.